Mijn naam is Wim de Groot. Ik werk voor Weefrail sinds enkele jaren. En wij ontwerpen, verbeteren systemen richting duurzame systemen, wat meer betrouwbaar is voor het spoor. Ik was op zoek naar mogelijkheden via onderzoek om te kijken wat een goed alternatief was om warmtemetingen te doen langs spoor. Waarbij toch de veiligheid langs spoor gewaarborgd blijkt. En daarbij kwamen we op een camera met een hoge resolutie, waar de vloek TI-32 aanval deed. De vloek TI-32 wordt gebruikt voor wisselverwarmingssystemen, voor het controleren of alles wel werkt zoals het zou moeten werken. En met name ook voor rapportagedoeleinden. Men kan niet altijd zien of het wel echt goed werkt zoals het behoort. En met een camera kan men direct zien of alle systemen optioneel draaien, goed draaien. En men kan het goed rapporteren, waarbij men gewoon veilig langs spoor kan werken en niet in het spoor zelf hoeft te komen. De eerste ervaring met de TI, dat was ook op deze locatie, daar waar we hier nu staan. En dat was met een vertegenwoordiger van Vloek, die een demo heeft verzorgd, met name voor de wisselverwarming, om te laten zien dat die heel goed toepasbaar was in verband met de hoge resolutie van die camera. En dat heeft er ook toe geleid dat de camera als enige voorgeschreven is voor deze toepassing. En met name de rapportage mogelijkheden. Die waren gewoon overtuigend veel beter dan die van andere camera's. De camera is heel gemakkelijk om te gebruiken. Het is licht, handzaam. Ook kan het tegen een stootje. En in de baanvak is het heel praktisch. Omdat je ook meteen één foto maakt met de warmtebeeld en met de visuele foto in één. En dus voor de rapportage is het vrij makkelijk. Ik was vrij snel overtuigd, maar ook mijn klanten waren vrij snel overtuigd. En dat is zeker nog zo belangrijk. En dat heeft er ook toe geleid dat die camera overal toegepast wordt in het gehele land. Het meest doorslaggevende aspect was wel de rapportage. Het gemak om te kunnen rapporteren, de nauwkeurigheid van de rapportage. En het aan kunnen passen van de beelden op die items die van belang zijn voor de controle. De vloek TI-32 sprong daar met kop en schouders bovenuit. Ik zou de Vloek TI-32 camera heel erg aan willen bevelen voor mensen die een stukje betrouwbaarheid zoeken. Een goede rapportage mogelijkheid. Waarbij dan ook uiteindelijk zo is dat de camera zichzelf terugverdient op de lange termijn. Doordat je er heel veel plezier van hebt en heel uitgebreid is in zijn mogelijkheden. Dat is eigenlijk een sterke punt. Duidelijk, vastleggend en rapporterend. Zo werkt het op de juiste manier, op de enige goede manier en op een controleerbare manier.